Nou, ik ben Finder Creator en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Dit keer begint de vlog niet in de ochtend, maar snoep ik nog een klein beetje mee van de avond daarvoor. Waarom? Ik had zo mooi gisteren de vlog afgesloten met mijn warme boodschap. Maar ook heb ik jullie verteld hoe het ging met betrekking tot het drinken van water de hele dag door. Nou is het volgende. Ik zit nu hier op de bank, had een ontzettende hoofdpijn. Maar ik wil heel graag gaan sporten, want ik sport elke dag. Nou is het zo met een water fast dat het advies is om gewoon niet te sporten en zo rustig aan mogelijk te doen. Maar luister, ik zit hier op de bank uit mijn neus te peuteren. Ik denk niet anders dan aan eten of aan sporten. Dus ik heb maar voor één van die twee gekozen. Ik heb lekker licht wat gegeten. Nee, ik heb eigenlijk voor beide gekozen. Ik heb licht wat gegeten. En nu ga ik met mijn mars richting de sportschool. Want ik wil gewoon lekker op die loopband staan. Snap je? Ja, lekker bewegen. Er is niets mooiers dan gewoon lekker bewegen. En dat wil ik al de hele... Hey, ik sta 2 uur te dralen hier in huis. Mijn sportschool is nog zeker 3 uurtjes open, hoor, daar niet van. Maar ik denk, stop de onzin. Dus ik heb wel een heel wat uren lekker gevast. Dus dat is wel fijn. En heeft mijn lichaam een beetje kunnen detoxen, dat is wel mooi. Maar ik wil gewoon lekker gaan sporten, dus dat mogen jullie nog heel eventjes zien. Als ja, begin stukje van mijn vlog. En daarna zien jullie mij de volgende dag overdag. Daag! Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik ben zo oprecht blij dat ik lekker richting mijn gym kan gaan. Stop de onzin, als je gewoon zin hebt om iets te doen, dan gaat het maar een klein beetje ten koste van je dieet wat je voor jezelf... Je dieet wat je voor je hebt uitgestippeld. Maar dat gaat niet boven lichamelijke gezondheid. Dus geen excuses, maar lekker naar de gym. Ha, we parkeren de auto. En terwijl we in gesprek waren, zijn we eigenlijk al gearriveerd op de parkeerplaats. Gooi deze deur open, lichten uit. En dan gaan we deze fles meenemen. Ik neem een fles in mijn tas. Oké, dat heb ik ook mee. Gianni Versace. Kan je stoppen met de onzin die je uitspreekt? Ah, geweldig. Oh, ik ben blij dat ik bij mijn gym ben. Echt waar. Kan je die voorstellen? Als je je hele leven obesitas hebt gehad en nu kan je een beetje sprinten. Nou, geloof me, je bent dolgelukkig. Dolgelukkig. Ik heb nog steeds obesitas, hoor, daar niet van. Ik wil niet zeggen dat ik geen obesitas meer heb, maar 60 kilo lichter kil. Aha. Kijk me binnenkomen dan als Beyoncé. Oké, rustig. Rem dat ding. Wie staat achter die balie? Soms staan een paar lekkere mensen achter die balie. Ik zeg niets. Oké. Ja. Ik heb beter gezien. Zo. Zo, we gaan lekker aan de slag. Normaal gesproken moet je uitkijken voor mensen met camera's in de kleedkamer, maar it's all good with me. Ik kom net in de gym en mensen gaan goed losjes. Als je die apparaten hoort, krak, 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 krak. Wel, kennelijk ben ik niet de enige met het plan om richting de gym te gaan, anyway. Ik ben nu lekker de rest een beetje aan het uitlopen en straks zullen we wel een beetje rennen weer, hoor. Maar ik ben gekomen om een 5K te doen en geen records te verbreken. Zo, tot dusver goed. Ai, ai, ai. Het is redelijk bezet nu, rond dit tijdstip. Maar maakt niet uit. Nog 12 minuutjes op dit ding. En dan zijn we ook klaar, ongeveer. Dus luister, mijn trainingssessie zit er weer op. En ik ben blij, maar ook boos. Goedenavond. Ik ben blij, maar ook boos tegelijkertijd. Waarom? Dit noem je een Fitbit. Dat is een activity tracker. Die trackt je slaap, je activiteit, je beweging. Je kan alles met deze konje registreren. Hoor. Hoor je dit? Dat wil zeggen dat die konje kapot aan het gaan is. Ah ja, ja, het is heel erg waaierig buiten. Dus hoeveel van deze dingen moet ik nog verslinden voordat ik eindelijk een keertje mijn sixpack zie? Weet je, ik laat me niet uit het veld slaan, ja?
I'm fucking fine, the creator. Dan koop ik maar weer een nieuwe. Onder garantie. Want deze is gewoon dood. En ik ga niet meer met iets aan mijn pols lopen met een batterij erin. En ik zie een beetje vocht in het display. Dus al met al ben ik blij dat ik naar de gym ben gegaan. En ik zie waarschijnlijk in het volgende beeld waar mijn gezicht weer krokant is van de ochtend. Badam! Find the creator weer op je beeldscherm. Ik zei het toch, de eerstvolgende keer dat je me ziet, is mijn gezicht weer krokante kraps. Anyway, we zijn onderweg naar de Amsterdamse Poort. En dan gaan we heel even naar een speciale winkel. Het is een hele mooie zachte ochtend. Er staat een beetje wind. Maar ik heb het idee dat de meeste storm inmiddels wel over is. Totdat we officieel storm Dennis weer kunnen verwelkomen. Ik loop naar de metro. Ik weet niet of je dat al had gezegd. Volgens mij nog niet. Die is bij mij niet zo ver vandaan. 3-4 minuutjes. En dan gaan we een paar haltes en dan zijn we bij station Bijlmer Arena. We hebben het gered. De metro komt er elk moment aan. Zo, we zitten in de metro en we gaan naar de Amsterdamse Poort. Nou is vandaag een van die dagen dat ik eigenlijk de hele dag aan het rennen ben geweest. Ik heb niet echt heel veel tijd gehad om te vloggen. Dus we beginnen een klein beetje later vandaag met de rest van de vlog. Maar ik moet richting de studio, want ik moet toch het een en ander editen. Daarnaast wil ik heel graag naar de sportschool, die voor 11 uur sluit. Dus hoe ga ik dat in vredesnaam met mijn tijd volbrengen? Het is nu bijna. Nou, ik kijk naar mijn pols, waar normaal gesproken mijn Fitbit zit. Maar die is gisteren dus kapot gegaan. Anyway, nou weet je, dan loop ik hier bij Bijlmer Arena richting station Bullenwijk. Zo langs het water, de kantoorpanden. En ik moet eerlijk zeggen, elke keer word ik weer steeds weer een stukje meer verliefd op Amsterdam. En dan specifiek Amsterdam Zuidoost. Dit is gewoon heel erg gruwelijk. Ik zie overigens wel een omgevallen lantaarnpaal. Die heeft de wind niet overleefd. Maar dit stadsdeel wordt echt steeds mooier en steeds mooier en steeds mooier. En er is ook gewoon nog steeds ruimte voor heel veel. Weet je, voor speelvelden voor kinderen. Kunst en cultuur. Weet je, maatschappelijke projecten, mooie, mooie gebouwen en een prachtige woning die worden neergezet. New York Pizza die even voorbij komt. Dus al met al je echt een heel mooi stukje Zuidoost. En ik ben heel blij dat ik hier eigenlijk woon. Ik heb in verschillende delen eigenlijk in Amsterdam gewoond. In elk stadsdeel heb ik gewoond in de stad. Dus ik ken Amsterdam ook echt heel goed vanuit verschillende perspectieven. Ik ken ook heel Nederland wil ik niet zeggen. Maar het noorden van Nederland ken ik ook wel een beetje. Waar ik ook gewoond heb. En het geeft je toch een heel, heel ander gevoel wanneer je uiteindelijk in het stadsdeel weer woont. Amsterdam Zuidoost, waar je vroeger toen je klein was, zoveel herinneringen had. En dan mag je gewoon daar weer wonen. Waar mijn huis staat. Daar ben ik heel erg blij mee. En ik zeg ook altijd, elke keer wanneer ik richting huis loop, heb ik een glimlach op mijn gezicht. Voor degenen die kijken, als je richting je huis loopt en je wordt niet bepaald blij, omdat misschien de thuissituatie niet zo goed is, ten eerste, ik heb met je te doen. Dat is gewoon niet leuk. Maar ik hoop dat de thuissituatie beter wordt. En alles wat je eraan kan doen om je thuissituatie te verbeteren, doe dat in vredesnaam ook. Helaas kan niet iedereen dit. Sommige kinderen die zitten vast in een gezin. Sommige ouderen zitten vast in een relatie. Maar ja, hoe vast zit je werkelijk? Ik heb mij in mijn leven ook heel erg moeten ontwrichten of los moeten maken van hele fucked up situaties. Waarvan je denkt, nou, hoe ga je dit nou doen? Nou, door wel de stoute schoenen aan te trekken, pardon. En je echt daaruit gaan
jezelf gewoon te redden, basically. Je moet jezelf daar echt uit redden, anders kom je er nooit uit. En gelukkig heb ik op een gegeven moment, was ik lekker zelfstandig, vanaf mijn 15e woon ik eigenlijk al op mezelf. Net voor 16e. Ja, en toen kon eigenlijk mijn eigen leven en herstel beginnen. Want toen mocht ik het allemaal zelf gaan bepalen. Ik mocht lekker voor mezelf gaan zorgen. Anderen hadden niet meer de verantwoordelijkheid over mij. Dat had bureau jeugdzorg. En met die kon ik wel dealen. Dat waren mensen die waar ik wel mee overweg kon. Die mij snapten en ik snapte het systeem waar ik in zat. Maar vrienden, familie, overal waar je wel niet hebt gewoond, die hebben natuurlijk ook hun eigen leven en hun eigen sores. En dan hebben ze een probleemgevalletje erbij. Dus veel meegemaakt en daarom praat ik ook heel veel op mijn kanaal. En ga ik ook steeds meer praten over echte thema's. Ik praat over echte dingen. Je hoeft mij niet te volgen voor lege verhalen, voor onzin. Ik kom op je dak af met echte bullshit. En natuurlijk heel veel humor, want dat is wel wat mij kent. Als wie is Find the Creator nou? Nou, Find the Creator is iemand die altijd positief door het leven probeert te gaan. En door zijn positiviteit er vandaag de dag nog is. En niet kapot is gemaakt. En ik heb veel meegemaakt, ja, ik heb veel geleerd. En dat deel ik graag nu in een vorm van humor, verhalen, speeches, gesprekjes zoals dit, in vlogs. Dat ik denk, weet je wat, er zal vast wel één iemand naar kijken. Eén keer in het jaar. Die er misschien iets van opsteekt. Nou, dan heb ik mijn missie wel bereikt. Dan weet ik dat mijn doelgroep veel groter is dan één keer in het jaar. En ik ga ook verschrikkelijk groot groeien. Met jullie steun uiteraard. En dan ga je zien wat ik nog meer van plan ben, joh. Ik ben nog langer niet klaar om afscheid te nemen, om van het toneel te verdwijnen. Maar Find the Creator is toch echt bezig om iets te bouwen. We zijn nu aangekomen bij het kantoor waar ik als Bob de Bouwer ook daadwerkelijk bezig ben. En we gaan lekker even naar binnen. Bye bye. Nou, er staat weer een hele mooie video online. Ik heb de vlog online gegooid. En het wordt tijd om richting huis te gaan. Deurtje open. Hier ben ik uiteraard. Het wordt tijd om richting huis te gaan. Dus we gaan richting de metro. En dan gaan we naar huis. Dan pak ik mijn spulletjes. En dan gaan we naar de gym. Dat zullen jullie waarschijnlijk niet op de vlog zien. Maar ik sluit zo direct de vlog even af. Nou loop ik zo aan de weg richting huis. Vanaf het metrostation en het wordt tijd om de vlog af te sluiten. En wat ik eigenlijk wil zeggen is niets meer of minder dan dankjewel. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Dankjewel voor het volgen van mijn kanaal. Sommigen van jullie zijn al vanaf het eerste uur erbij. En zijn echte Find the Creators. Ik wil benadrukken, zoals ik gisteren in de vlog heb gezegd, je geluk creëer je tot op zekere hoogte ook zelf. Hoe zwaar je het ook hebt, welke problemen je ook mee zit, ik snap dat. Maar dankjewel, want jullie zijn de reden dat ik zoveel moeite doe om het kanaal in leven te houden, tot leven te brengen, want ik sta eigenlijk aan het begin nog van mijn YouTube carrière. Maar voor jullie doe ik het. En het geeft me heel veel energie. En jullie geven me uiteraard ook heel veel energie terug. Staan jullie dichter bij mij? Kom je uit Amsterdam? Ergens in het land? Misschien zelfs het buitenland, Suriname? Waar dan ook je dit volgt? Oprecht dankjewel. Ik kan alleen maar van waardering spreken. En alleen maar blij zijn met jullie. Dankjewel voor het kijken van deze vlog. Heb je geabonneerd? Heel fijn. Heb je dat nog niet gedaan? Dan wil ik je bij deze uitnodigen om op het belletje te klikken en te abonneren. Zo blijf je eigenlijk op de hoogte van al mijn
leuke nieuwe video's in de toekomst. Ik hou van comedy, dus ik ben echt een comedieman. Dat is natuurlijk ook leuk, want dat zie je ook op mijn kanaal terug. Maar abonneer lekker. En wat ik ook bijzonder wil vragen, laat even wat van je horen. Schrijf in de comments onder deze video wat je van de video hebt gevonden. Op die manier is het eigenlijk interactief en dan weet ik wat er ook speelt onder jullie die kijken naar mijn content. Boy, Find the Creator is weer één blije geest vandaag. We gaan straks richting de gym. Bedankt voor het kijken.